Ik ben Thibaut Verbrugge. Wij hebben dit jaar samengewerkt met Slowakije en Noorwegen om de autonome greenhouse te maken, zoals u hier ziet. We hebben dit met 5 leerlingen gedaan. Deze autonome greenhouse werd op zijn eigen doordat we gebruiken een solarpanel die wordt elektriciteit omzet in en op een batterij. Deze batterij zit in onze kast waar we alles laten samenkomen. Hier zit de batterij. Dit is mijn project. Het project is om de omstandigheden te meten van de batterij en de solarpanel. Zo kunnen we weten hoe de omstandigheden waren van het weer en hoeveel er op de batterij staat. De stroommeting en de spanningsmeting doen op het zonnepaneel en de batterij. Zoals jullie hier die batterij ziet. Deze wordt dan allemaal doorgestuurd naar onze Internet of Things site. En daar kunnen we alles opvolgen tot op de voet overal op de wereld. Ik ging met Erasmus Plus. Samen meegehond naar het project. Ik heb vooral gekeken voor de HVAC, waaronder de temperatuur. Twee dingen die buiten en binnen gebeuren. Hier zie je de temperatuursensor binnen hangen. Als de temperatuur dus aan de binnenkant te warm wordt, dan gaat de ventilator die je hier ziet hangen. Dan wordt het hier afgesloten. Het is aangesloten aan een koker die ondergronds loopt. De temperatuur ondergronds is constant. En nagenoeg kouder altijd dan boven de grond. Dus wordt lucht afgekoeld onder de grond. Een deel van het project is ook dat we met planten bezig zijn. Je ziet hier dat bij de planten zelf een vochtigheidssensor en een temperatuursensor toekomen. Deze sensoren zijn verbonden ook terug met de bakjes in de kast. Die dan op hun beurt naar de website worden gestuurd waar je alles kan zien van over heel de wereld. Een watervat zien. In het watervat zitten 4 verschillende pompen voor de 4 verschillende planten. Wanneer de vochtigheidssensor aangeeft dat het te droog wordt, zal een pomp aangaan en de plant water geven. In dit reservoir is er ook een niveaumeter die aanduidt of dat er genoeg veel of te veel water in het vat aanwezig is. Waarden van bijvoorbeeld sensoren en ook de verbruikers komen hier toe in deze kast. Er zijn 4 bakjes voor ons, eigenlijk 5 bakjes, sorry. De HVAC, de plant 1 en 4, plant 2 en plant 3. Die dienen allemaal voor een verschillende plantengroep. En de vlotte schakelaars voor de pomp hangen ook aan een dit bakje. We hebben ook de lampen in de greenhouse. De lampen zijn hoofdzakelijk voor de groei. Hieronder ziet u ledstrips die de groei bevorderen van de planten. In de koepel hangt ook een 360 graden livestream camera. Zo kunnen we alles live volgen van op de website. En de grote lampen kunnen we aansluiten, aansturen via de website en ook alles kunnen we aansturen via de website. Dus hier zien we de Smart Tools through the Internet of Things website. Bij de Belgian Greenhouse kunnen we HVAC plant 1, plant 2, plant 3, plant 4 en zo kiezen. Als we voor HVAC kiezen, kunnen we hier de waarden zien. En van op de site kunnen we de lichten aanzetten en uitzetten. Of de pomp 1, 2 en 3. Hier ziet u ook de livestream. We kunnen hem volgen op YouTube. En zo kunnen we ook naar plant 1 bijvoorbeeld gaan. Daar zien we dan de andere waarden. De vochtigheid en de grondtemperatuur. En zo kunnen we alles volgen van op de site.